Stekel, jij kan je verbazen over dat hier heel veel kabels lopen, maar dat is gewoon ingewikkelde materie, ja? Zo'n uitzending gaat niet zomaar. Nee, maar dan doet het het nog niet. Dat is een beetje het probleem. Oh nee, er staat allemaal band, hè? Band op iets anders. File. Ja. Mensen kijken hier namelijk nu naar. Welkom bij Topnames. En welkom Philip van Tra. Je bent van Grown Downtown. Klopt. Wat grow jij downtown? Wij growen groenten en kruiden in de stad. Eigenlijk hebben wij een soort van motto. Hoe gaan we onze, om te beginnen Amsterdam, vergroenen en vergroenten? En daar zijn we de afgelopen jaren mee bezig geweest. Ja, en hoe doen jullie dat? Hoe lang is dat? We zijn in 2010 met dit verhaal begonnen. Eerst onder de naam De Groenten uit Amsterdam. En toen dachten we, nou, dat is leuk. Dat leuk bedacht. Een leuke knipoog, leuke aanzichtkaart. Maar nu gaan we hem iets anders maken. En eerste jaar echt ontzettend lopen uitzoeken hoe we dat gingen doen. En we hadden het grootste idee om dat in leegstaande kantoorgebouwen te doen. En dat mislukte allemaal falikant. Dan waren we nog veel te vroeg met onze ideeën en te naïef. En vervolgens zijn we gaan zoeken. En zijn we, zoals ik net ook hoorde, we zijn ons als een start-up gaan gedragen, waar ik eerst nog niet echt van had gehoord. Dat kan je soms hebben, hè? Dat je ineens synchroon met... Eerst was ik een eenmanszaak en was ik gewoon een zelfstandige. En toen bleek het in één keer in onze zoektocht dat wij een start-up werden. Die op zoek waren naar een oplossing, hoe je hier binnen in de stad op daken, in gebouwen, voedsel kan produceren. Nou, ja. En nu zijn we daarmee bezig. Hoe doe je dat? Wat zijn het soort projecten wat jullie doen? We hebben hier om de hoek, op de Weesperstraat, hebben we daar ligt een nieuw hotel, het Zoku Hotel. Ja. Dat is eigenlijk wel een goed voorbeeld. Daar hebben we van de hotelkamer tot in de lobby, tot op het dak, in de kas op het dak. Overal hebben we en groen neergezet, gewoon mooie planten en eetbaar gewas. En dat eetbaar gewas dat staat in een kastmodel, een tafelmodel, in een watersysteem op het dak. Eigenlijk op heel veel plekken in dat gebouw en rond dat gebouw hebben we kratjes van 30 bij 40 centimeter die wij opkweken professioneel. Die gaan naar het hotel toe. Daar staat het nog een 3-4 weken. Wordt door de chef geoogst of als de gasten willen plukken, plukken ze eruit. Is het op, halen wij het eruit, wordt weggebracht, komt er een nieuwe lading op gang. We hebben het eigenlijk geprobeerd om het genot van kweken en oogsten wel bij de klant neer te leggen. En het zelf kweken er toch een beetje uit te halen. Ja, en dat komt doordat jullie eigenlijk aanleveren dat ingewikkelde deel van met zaadjes en opkweken. Precies. En dat komt allemaal heel nauw. Ja. Terwijl het gebruik, dat wil iedereen wel. Ja. Daar zit wat jullie betreft die scheidslijn. Ja, want eerst van waar nou dat idee? Want dat je in de stad je eigen groenten zou moeten verbouwen, je eigen kruiden. Wat is de visie en de filosofie erachter? Het gekke, ik ben hiervoor had ik een eigen hoveniersbedrijf. En dan legde ik gewoon tuin aan, vooral bij particulieren. Zo nu ja, maar je hebt wel groene handen. Ja, ik heb redelijk groene vingertjes, ja. En we merkten dat op een gegeven moment heel veel mensen, dat was eigenlijk sinds de crisis, 2008, in één keer allemaal eetbare plantjes in hun tuin wilden. Ik had iets, nou ja, oké. Kruiden vond ik sowieso altijd wel leuk, maar ze begonnen in één keer om bietjes te vragen en om andere dingen. En dat had volgens mij met een soort van onzekerheid te maken van, dan heb ik het achter mijn huis en dan, als de pleuris echt uitbreekt, dan kan ik twee bieten uit mijn tuin halen. Maar dan merkte ook dat mensen daar steeds meer mee bezig gingen. En ik reed op een gegeven moment door eind 2009, het is januari 2010, door het havengebied. En toen zag ik het bordje van de kweker. En toen dacht ik, ja, we moeten eigenlijk gewoon meer voedsel binnenstedelijk gaan kweken. En daar zat eigenlijk nog helemaal niet veel meer gedachte achter. Van, laten we dat maar eens gaan doen. En uiteindelijk, nu zoveel jaren verder, zie je wel wat eigenlijk, niet zozeer in Nederland, maar wat wereldwijd, dat het eigenlijk best wel handig is als meer voedsel binnenstedelijk, in vooral mega
steden gaan produceren. Maar heb je het dan over, weet je, het evidente idee is natuurlijk platte daken, balkons, en dat de projecten waar je vooral mee bezig gaat? Ja, is het vooral dat je nog kijkt naar hotels waar je tegelijkertijd met de keuken en een chef... Ja, die laatste, dat is waar we volop nu mee bezig zijn. Eigenlijk de horeca en dan goede horeca hier in Amsterdam, okay. Goede restaurants, goede hotels. Luxe product. Luxe dus product. Waarom? En wat minder de particulieren. Ja, minder particulier, ja, zeker. Ja, want die, ons product is, omdat we nog niet die schaalgrootte hebben, is het gewoon eigenlijk nu nog best wel duur. En wat we dan ook zien, voor hotels, maar het is een marketing tool. Het wordt wel echt gebruikt, dus de chefs gaan er wel mee aan de slag. Maar ja, de kruiden die wij optelen in een bakje van 30 bij 40, die zijn best prijzig. Ja. Maar we hebben dan 60 verschillende gewassen. Dus dat is een brede keuze. En we zien dat ze meer en meer ermee bezig zijn. En dat ze het geld ervoor over hebben. En we geloven erin dat als we dat eerst bij die tophoreca in de stad doen. Daarboven in die piramide waar beleving echt wel een dingetje is. Dat het daarmee naar beneden gaat dwarrelen. Oké, dus dat is wel de filosofie. Ja, dan komen we... Mijn telefoon begint te... We hebben een bellen. Maakt niet uit. Want dat is wel de filosofie die jullie hebben. Want daar ben ik eigenlijk vooral in geïnteresseerd. Want als je natuurlijk het probleem wil oplossen van... Ja. Weet je wel, kennen we allemaal. Voedselproductie staat onder druk. Grote transporten. Voedsel wordt de hele wereld over gesleept. Het is eigenlijk een no-brainer dat hoe meer je in je eigen tuin kunt verbouwen, hoe beter. Ja. Dan weet je ook dat het gezond is, niet bespoten, noem maar op. Ja. Weet je, ik doe het ook. Ik heb ook alle kruiden op mijn balkonnetje. Ik ook op mijn eigen dak. En weet je wel, hoe gaan jullie die markt uiteindelijk bereiken? Want dat is wel je doel. Ja, dat is wel mijn doel. Maar de eerste stap die hebben we eigenlijk nu gezet. En de eerste kleine stap door een mooi lijstje van hotels en restaurants hier in Amsterdam te hebben. We zijn nu met een grotere organisatie die al richting detailhandel gaat. Die zegt, hey, we vinden dit interessant. Nou, vorige week was de Green Tech beurs in de Rai, waar we mochten staan. En daar hebben we daar ook weer een stap in gezet om naar beneden te dwarrelen. Omdat ook grote retailorganisaties zien dat ook de consument hiernaar aan het kijken zijn. Ik weet niet of wij de aangewezen persoon of het aangewezen bedrijf zijn om dat zelf te doen, maar wellicht wel om die concepten daaromheen te ontwikkelen en te verzinnen. En wat het net hiervoor had ik het er ook over, van wat gaat er nou gebeuren in die steden in de wereld, dat je ook gaat zien, is dat gewoon voedselkweek, we hebben het nu net over een dak of je balkonnetje, maar ik voorzie eigenlijk dat we dat straks gewoon ook hele high-tech, bijna steriele kwekerijen, gewoon in het hart van gebouwen gaan ontstaan. Omdat dan is het niet je eigen moestuintje, maar dan is het wel je eigen 5 kuub die daar aan het kweken is. En waar je continu uit dat gebouw voedsel gaat oogsten, omdat het op deze manier zoals het nu gaat gewoon echt niet meer kan. In lange lijnen, het verslepen van alles. Dat ik sperzieboontjes uit Kenia in mijn wok gooi. En dan zou je nog kunnen zeggen dat moet nog een bepaalde grootte of in een kast staan en daar is de arbeid goedkoper. Maar als het over de leafy greens, de sla, de kruiden, nee, dat kan allemaal daglichtloos in principe gekweekt worden. Heel schoon. Kan je zelfs mineralen aan toevoegen als je wil dat mensen bepaalde dingen gaan binnenkrijgen. Alleen dit is een onderwerp wat natuurlijk 6-7 jaar geleden de eerste dingetjes naar buiten kwamen. Nou, toen gingen wij ook met dat paars licht. Sorry hoor. Heb je precies zulke te bellen? Nee, maar mensen zitten me lastig te vallen. Maar de eerste dingen met paars licht, dat mensen zeiden, ja, ga je nou alles lopen manipuleren? Die dachten meteen dat het GMO-achtige dingen waren. Dat is er nu wel GMO, uit. GMO, genetisch gemanipuleerd. Ja? En dat is er wel uit. Want nu zegt men, oh ja, dat paarse licht, dat herkennen ze. Hebben ze vaker gezien in een tunnel. In Londen zijn ze ermee bezig. Chicago, Berlijn. Dus dat begint al te komen. Maar ja, geef het nog 4-5 jaar om de volgende stap te zetten. Ik denk,
dat blijf ik wel een hele interessante ontwikkeling vinden. Ja, maar... het is natuurlijk een interessant gebied op het kruisvlak van gezondheid en technologie. Want technologie is nodig om dat te kunnen doen. Ja. Hè? Jij schetst een toekomstbeeld dat je in je huis over 20 jaar waarschijnlijk gewoon een kas hebt. Als je salade gaat maken, daar uitpakt wat je nodig hebt. Ja. Een interessant kruisvlak. Wat zijn op dit moment de belemmeringen in die markt die je zou willen overwinnen? Ja, de belemmeringen zijn volgens mij wel vaker, zoals wel vaker, het oude systeem wat er al is. En in Nederland is, wij zijn begonnen met dit onderwerp in het meest verkeerde land waar je maar kan beginnen. Ja, heel groot in de agri. Ja, met veel, extreem lage prijzen. Extreem lage prijzen, wordt ongelooflijk veel doorgedraaid. Je kunt voor niks. Ja, en dat is natuurlijk, dat maakt het... ons verhaal maakte dat hier starten nou niet echt heel makkelijk, want als je dat op de hoek voor een prikkie kan krijgen en wij komen met een verhaal en een concept aanzetten, ja, maar je kan het daar ook kopen. Dan moet je daar wel redelijk wat in doen. Dat is elders in de wereld natuurlijk niet. En er zijn heel veel plekken waar het zo moeilijk kweken is. En die kijken nu naar die techniek die hier allemaal gaande is en hoe we dat hier in kassen doen. Om dat elders te kunnen doen. De techniek van ledkwekerij, gestapeld kweken, komt voor een groot gedeelte. Zijn dat Nederlandse bedrijven die daarmee bezig zijn. Alleen dat gaat hier natuurlijk niet zo 1, 2, 3 voetje aan de vloer krijgen. Ja, omdat je zoveel concurrentie hebt. Ja, dus, en, dus het, eigenlijk de beste, en de wet van de remmende voorsprong ook. Dus maar eigenlijk ook de beste plek om te willen innoveren natuurlijk. Want je moet van goede huizen komen om... verschil te maken. Ja, en je kan wel putten uit veel kennis om je heen. Alleen die kennis die je wil dus niet altijd... doe even normaal jij in de stad. Ja, vinden jullie rare snijbonen? Ja. Ja? Ja. Ja, totdat we op een gegeven moment in één keer wel bij heel veel hotels... hele leuke opstellingen neerzetten die ook over beleving gaan. Want dan moeten we er dat maar aan toevoegen. Ja, want theater van het voedsel, bij wijze van spreken. Beschrijf eens een opstelling, jij noemt het een opstelling, die jullie hebben staan. We hebben een hele mooie kast. Waar je trots op bent. Een stalen kast. En daar staat over 3 verdiepingen. Staan er in totaal 12 bakken met verschillende kruiden of groenteplanten in. En onder elke bak hangt een touwtje. Niks meer dan een touwtje. En daaronder hangt ligt water in een bassin. We hebben er geen pompjes aan toegevoegd, niks. Heel strak ding. Hangen op 3 daglichtleds in. Dus dat gaat meer naar het licht wat we hier om ons heen hebben dan paarse licht. Omdat ik wil dat een plantje ook groen is en niet er bruin uitziet door het gebrek aan groen licht erin. En we stonden daarmee op de RAI vorige week. En... ja, mensen zeiden echt, ja, wat doe je hier? Want dit is een technische beurs. En je staat hier maar met een lampje en een bak. Totdat je uit gaat leggen wat je doet. Is wij kweken, randje stad wordt opgekweekt. We brengen, we zetten het in een mooie kast neer. Je snoeit het, je eet het op. We komen het ophalen, we nemen het mee. We recyclen het en we brengen je een nieuw spul. En toen zeiden ze, ja, maar dat zie je niet zo vaak. Ik zei, nee, daar zijn we nou 3 jaar mee bezig geweest om te zorgen dat en je de kweek goed krijgt en dat het wordt afgeleverd. Dat het gewas goed is, dat het in een mooie opstelling staat, dat het blijft groeien en dat het ook nog eens als we het weghalen verantwoord gerecycled wordt. Daar ben ik wel trots op. Ja. En vooral omdat het me echt bloed, zweet en tranen heeft gekost. Ja. Dat in dat hele nieuwe keten bouwen gaat natuurlijk alles fout. Ja. Ja. Ik ben geen logistiek bedrijf. Ja. Een hovenier, zei je net. Ik ben een hovenier, maar we hebben uiteindelijk ervoor gekozen om in dit verhaal met 1 partij samen te werken. En dat is de Lindenhof. En de Lindenhof Open Tuin dan. En dat zijn de Junks, de ex-Junks uit Amsterdam. Die helpen met de kweek, die doen het logistieke. Ik wil zeggen, we hebben natuurlijk ook wel een hoop kweekervaring in Amsterdam. Of andere dit waren gewoon de Junks. Echte Junks. Maar dan kom je, loop je in dat hele proces, loop je natuurlijk tegen alle, alle gaten waar je in kan vallen, val je in. Alle beren op de weg raak je. Ja. Alleen als ik dan vorige week op zo'n rij sta met zo'n opstelling en ik krijg positieve reacties van mensen uit binnen- en buitenland, denk ik,
En dat is dan een kastvorm. En ik ben wel op dat Soko Hotel ook wel echt heel trots. Omdat het ja, wat staat daar? Beschrijf het eens. Zo'n kast. Maar er staan ook tafels op. Gewoon neem deze tafel, maar dan in het midden staan de verse kruiden erin. Er is alles is in zes hoeken gemaakt. En er staat een zeshoek vol met, zeg, 30 verschillende soorten gewas. Maar als ik daar ben en ik zie een chef naar buiten lopen. En ik zie die daarin knippen en die loopt met een bakje naar binnen. En die plukt een paar blaadjes basilicum. En ik zie het later op mijn salade. Want ik heb er vorige week donderdag zitten eten met mensen die we uit Barcelona over hadden. En dan komt het op mijn bord en denk ik, kijk, dit is het verhaal wat ik wil. Ik weet dat het 10 minuten geleden dat bloemetje daar nog aan zat. En nu ligt het op mijn salade. En dat blaadje ken ik. En dat, dan denk ik, dat hebben wij gemaakt. En nu ligt het hier als een onderdeel, want het is niet de hele salade, maar als een mooi onderdeel van het eten. En, dat is eigenlijk wel een beetje waar we het nu voor doen. Dat is verleiden. En topchefs verleiden die zeggen, dat is een mooi spul. Ja. Dat is niet makkelijk. Ja. Zijn streng voor ons geweest. Wilden wel samenwerken, maar we hebben wel op ons flikker af en toe gekregen. Ja. Nee, wat ik wel interessant vind, dit is nu je model en je bedrijf, maar we zaten net voor de uitzending ook even te praten. Ik merk aan jou wel dat je dat eigenlijk liefst wel breder zou willen trekken. Je bent wel iemand die geloofde in, weet je wel, decentraal energie opwekken, water besparen. Het groeien van plantjes. Ja, met regenwater. Je hebt water nodig. Oogsten van regenwater. Dus jij loopt tegen dat soort problemen aan bij je klanten, toch? Ja. En vervolgens ga je ze helpen met het verzamelen van regenwater en hoe je dat het beste kunt doen. Ja. Hoe zie jij die toekomst voor je? Wat is je visie daarop en hoe gaat jouw bedrijf zich ontwikkelen? Ik denk dat we als bedrijf, dit is één van de concepten die we hebben. Als bedrijf gaan we, denk ik, een onderdeel spelen in de vergroening van gebouwen en daarin de stad. En dat betekent dat echt wel food, maar ook andere soorten planten worden een wezenlijk onderdeel van een gebouw. En voor groen heb je licht, lucht en water nodig. En eigenlijk zijn eigenlijk water, energie en voeding zijn ook de drie onderwerpen die gewoon de komende decennia van groot belang zijn. Ja, bovenaan de agenda. Juist. Ja. En dat is over de hele wereld. En ja, nou ja, vervuiling is ook een onderdeel. Al ben ik ervan overtuigd dat als we die andere systemen wat beter, wat slimmer weten te doen, dat we die vervuiling terug weten te brengen. Maar die drie onderdelen gaan gewoon in gebouwen. Gebouwen gaan met elkaar communiceren. Die zit volop op de stroom op wek. Daar wordt veel water gebufferd. Daar wordt de waste wordt op een bepaalde manier opgelost. Allemaal dat decentrale. En niet meer van die grote, logge systemen met grote, logge bedrijven erboven. Maar gewoon smarter, slimmer. Maar ook dan met dat smart, hè? Daar is, je bent van origine, zei je, hovenier. Als ik aan hovenier denk, denk ik inderdaad aan die groene vingers van je. Al deze dingen, daar komt steeds meer techniek bij kijken. Al die dingen die je aan elkaar wil koppelen, et cetera. Welke rol speelt techniek nu wat bij jullie doen, technologie? En moet je daar steeds meer in verdiepen als je dit soort dingen mogelijk wil gaan maken? Weet je wat het gekke is? Dat wij werken met een aantal bedrijven samen die eigenlijk van huis uit high-tech zijn. En die bouwen bijvoorbeeld tuinbouwrobots, juist om alles te automatiseren. En uit die hoek komen in één keer allemaal low-tech oplossingen. En ik zie die low-tech oplossingen. Geef eens een voorbeeld, wat bedoel je dan? Nou, dat watertouwtje. Ja, dus de Egyptenaren die gebruikten katoenen lappen om uit de rivier om hun gewassen in het veld te bevochtigen. Nou, dit is een touwtje en ik zie dat touwtje op een gegeven moment en ik denk, nou zijn we met een bakje bezig wat ook van dat bedrijf af kan. Ik ga die combineren met elkaar en dan zet ik dat boven een tuil met water. Wat gebeurt er? En verrek zeg, mijn tomatenplantjes op mijn eigen dak die begonnen het te doen. Dan denk je op een gegeven moment, dan gaan we dat in een systeem zetten. Het systeem werkt niet optimaal. Komt een andere vent tegen die is bezig met in de wegenbouw wateropslag te maken. En nu hebben we eigenlijk in ontwikkeling een nieuw bakje wat straks gewoon werkelijk klik zegt in een systeem wat normaal in de weg zou liggen. Op het dak wat regenwater oogst en dat met een touwtje
Dus zonder eigenlijk al te veel techniek draait. Maar wat ik er dan wel aan vast wil, is die smart app die zegt, er komt een dikke bui aan, hozen nu leeg laten lopen naar een slimme opvang en daarna weer bufferen. Want dat is volgens mij, naar mijn idee, echt de techniek die wel heel waardevol is. Mm-hmm. Allerhande moeilijke pompinstallaties die ik overal in zie gebouwd worden. Veel te ingewikkeld. Veel te ingewikkeld, maken het rete kostbaar. En, maar dan geloof jij iedereen een koppeling met buienradar die... jou weten voorspellen hoe lang je nog moet bufferen, omdat je precies weet dat vanavond er toch 2 mm regen komt. Ja, dat vind ik een hele interessante. En ik loop op een green tech beurs en dan zie ik 20 dezelfde soorten karren met allemaal 2 verdiepingen om plantjes in te zetten. En de hele onderste verdieping vol met pompinstallaties om die 2 verdiepingen maar continu te voorzien van water. En dat ik denk, ja, maar het is doorgeschoten allemaal. En zo zie je dat er eigenlijk best wel veel bedrijven zijn die hele simpele, natuurkundige, simpele dingen hebben staan. En als je die slim gaat combineren met een stel mensen om je heen, kom je eigenlijk tot verrekt makkelijke oplossingen. Die het eigenlijk ook, en niks doet het foutloos, maar die het eigenlijk misschien wel net zo goed doen als al die high-tech oplossingen. Ja. En dat geldt voor zeg maar hier en de ervaring. Maar je zegt eigenlijk ook, kijk gewoon over dat voorbeeld van het touwtje. Ja. Kijk over de grens, kijk hoe in andere landen mensen ook al allerlei oplossingen hebben gevonden voor problemen zoals hier. En kijk naar het verleden, want waarschijnlijk hebben we dat al een keer gedaan. We zaten voor de uitzending, ik heb zo'n waterput onder mijn huis. En toen hadden mensen het idee van, nou ja, als het regent en je hebt een dak, dan vang je dat water op. Want dat is nuttig en nodig. En als de regenput vol is en het regent nog steeds, dan loopt hij over in de sloot. Ja. Nou, ik weet niet of je de krant hebt gelezen, maar de afgelopen week heeft iedereen het over dat je regenwater, jij moet regenwater gaan opvangen. En het gekke... Want de buien zijn te hard en het mag niet meer op het riool, maar vroeger deden ze dat al. Ja, maar het gekke is en dat water kun je namelijk gewoon gebruiken. Het collectieve geheugen lijkt ons wel een beetje in de steek te laten dat dit soort simpele oplossingen... We hebben ze eruit gesaneerd. Ja, allemaal volgestort. Met we hebben het volgestort. We hebben andere systemen gebouwd. Ingenieus heen en weer pompen. Ja. Maar als je erover nadenkt. Nu noemen we het straks we willen off-grid. Maar waren we dat niet eerst? En zijn we on-grid gegaan. En we konden het off-grid. Tuurlijk hebben we wat meer technologie in huis. Maar we konden het dus wel. En toen hebben we het ingewikkeld gemaakt. En nu breken we ons hoofd over... Hoe kunnen we nou in de toekomst dit soort problemen het hoofd bieden? Misschien, nou, misschien is het on-grid experiment wel mislukt. Voor sommige dingen is het zeker mislukt. Want dat is een klein intermezzo in de geschiedenis van de mensheid. Uiteindelijk wel, ja. Het is een paar honderd jaar straks waarin we denk ik ook wilden om bepaalde technologie om te laten zien we kunnen het. En we kunnen het pompen, dus dan gaan we het pompen. We gaan sowieso pompen. Ja, is het nodig? Nee, we gaan sowieso pompen. En we hebben energie, dus dan laten we zien dat we dat kunnen doen. Terwijl ze volgens mij kunnen dingen simpeler. Ja, je gaf net een voorbeeld van mooi dat over het pompen. Dat rioolwaterzuiveringsinstallatie, dat is heel Amsterdams. Dus voor mensen die kijken buiten Amsterdam, sorry. Ik ben al lange tijd de pompen geweest. Er was een rioolwaterzuiveringsinstallatie op Zeeburger Eiland. Die moest weg, want er moest gebouwd worden. En toen hebben ze besloten om alles in Amsterdam-West te zuiveren. Dat betekent dat als je in Eiburg nu het water van je dak goot, het riool in laat lopen, dat vanaf daar helemaal rondgepompt moet worden, de hele stad door naar West. Om daar vervolgens gezuiverd te worden. Terwijl het regenwater uit de lucht kwam. Regenwater komt op principe best wel schoon uit de lucht. Ja. Maar het is alleen maar omdat wij dat systeem nou eenmaal zo hebben, dat we regenwater met het riool vermengen. Ja, dat is het soort problemen waar jij je hoofd in. Ja, en we hebben nu een nieuw chic woord gevonden, dat is circulair. Ja. En wat op zich heel slim is, want dat is gewoon kijken naar de natuur, want daar is alles in principe circulair. Alleen die cirkels, die zijn er ook al over de hele wereld, alleen ze zijn allemaal nodeloos lang. En ze kosten dus nodeloos veel energie om de loop rond te maken. En ik vind dat mooi, je had het net over de boontjes uit Kenia. We onttrekken dus water, onttrekken dus voedingsstoffen daar. Maar er gaat nooit water in een schip vol met shit terug. Ik denk, ja, maar natuurlijk, we brengen daar wel wat arbeid, maar we plunderen eigenlijk en daar betalen we dan een beetje voor en dan hebben jullie een beter leven daar. Maar ik denk, ja, maar is dat nou zo logisch? Is dat nou zo slim om dat te doen? Kunnen we die mensen niet
met datzelfde geld daar op een andere manier helpen om welvaart te krijgen. En we gooien die boontjes hierin. Al die loops zijn naar mijn idee gewoon te lang niet helder meer. Ja. En als je naar je eigen bedrijf kijkt, je zei op dit moment zit het een beetje het hogere segment, de koks, et cetera. Het is een luxe product. Zie jij voor jullie een internationale rol? Ja, dat moet haast wel, want eerst heette je de groente van de stad. Het is nu een Engelse naam geworden. Dus welke rol zie je internationaal? En zie je ook een rol die meer voor de massa is, voor wat jullie doen? Ja, ik denk dat de rol internationaal eigenlijk zou zijn om het in... Ja, hoe leg ik dat uit? Ik zie voor mezelf niet dat Grown Downtown een heel groot bedrijf wordt wat vestigingen in het buitenland heeft. Wat je eigenlijk ziet is dat er gelijksgezinden over de hele wereld en vooral in een aantal grote steden, ook in Europa, met dezelfde onderwerpen bezig zijn, ook aan het broeden zijn op nieuwe concepten. Wat ik een hele interessante zou vinden als concepten over de wereld zouden gaan en dat bijvoorbeeld een concept van Grown Downtown, wat wij dan Roof Food noemen, waterbergend op het dak voedsel kweken, dat men zegt, hé, maar dat vind ik interessant. En dat dat in Berlijn of in Kopenhagen, Londen, vaste voet aan de grond krijgt met een lokale bouw. Jij vindt de gedachte goed belangrijker dan je eigen business eigenlijk? In die zin dat mag ik eigenlijk niet zeggen, want daar luisteren ook mijn collega's misschien. Nee, maar ergens weet je, het bedenken van concepten die werken en die elders ook zouden kunnen werken, maar ook andersom. Het zou best kunnen zijn dat een partij uit het buitenland een fantastisch concept heeft, waarvan ik denk, jammer dat we het niet zelf hebben bedacht, maar dan gaan we het hier introduceren. En doen we dat onder de naam van Jantje uit Frankrijk of wat dan ook, of doen we dat onder onze eigen naam en andersom. Ik weet het niet, maar op zo'n manier als netwerken over de wereld nieuwe dingen introduceren. Ik geloof daar meer in dan je gaan gedragen als een groot bedrijf. Wat maar groter wordt, te groter wordt met een internationale afdeling. Ja. Misschien. Maar het is wel interessant, want welke focus heb je dan? Hè? Dat is het grootste probleem. Je hebt een fantastisch team, zat ik net te bekijken. Er staan 6 man op je site. Je hebt een gast, die noemt een gorilla tuinman Ferry. Goed, die al 20 jaar kweekt die groenten op balkons, vensterbanken en daken. Dat is zijn ding. Je hebt een chef-kok, die je natuurlijk nodig hebt om in zijn netwerk mensen warm te krijgen. Je hebt een... iemand die gespecialiseerd is op het gebied van voeding, weet je wel, al die elementen zitten in je bedrijf. Ja. Als je nou echt zou mogen dromen en zeggen, waar wil ik over 5 jaar staan? Waar sta je dan? Dan staan we in meerdere steden met onze oplossingen in co-creatie, in samenwerking met andere bedrijven, met internationaal ook dezelfde soort bedrijven die besluiten om samen op te trekken op hetzelfde onderwerp en kennis heen en weer delen. En onze specialiteit is, denk ik, dat ketenverhaal. En omdat we best wel met veel partijen uit de tuinbouw hebben gewerkt, maar ook de Philipsen en dergelijke. Ja, en daar ook een goed netwerk dus hebben. En daar een heel goed netwerk hebben. En zeggen we, jongens, Abu Dhabi. Wat is de kweker daar? Er zit heel vaak Nederlands, zitten Nederlandse partijen ook. Ja, bizar, maar jongens, dit zijn we aan het doen. Dit is het formaat. Hier moeten we dat op deze manier doen. Hoe gaan we dat doen? Jij kan het kweken. Wie wordt onze logistieke partner daar? Wie kan het brengen? Wie gaat dat verhaal doen? Wie gaat de monitoring doen of de maintenance daar doen? En daar uitzoeken wie dat kan doen en of dat nou per se Grown Downtown is die in Abu Dhabi zit, of dat je dat helemaal local sourced en dat er op het bakje, want dat is het enige wat we straks hebben, er staat een bakje waar Grown Downtown op staat. Ons concept, maar ook dat is te jatten. Ja, maar dat is natuurlijk... Alles is te jatten, ons concept is te jatten. Alleen proberen snel door te gaan, een voorsprong en in dat netwerk te blijven, want we merken wel dat af en toe wordt er natuurlijk van ons ook wel gejat. Maar dat ze dan toch uiteindelijk denken, ik kan wel waarschijnlijk een bakje jatten, maar ik kan niet de rest allemaal jatten. Nee, zit je waarschijnlijk in Nederland nog beter dan in andere landen vanwege de enorme kennis op het gebied van agricultuur, kweken, noem maar. Ja.
En die verspreidt zich meer en meer over de wereld, omdat ze zien dat daar straks het geld te verdienen is. Ik weet is niet waar je in Abu Dhabi het water vandaan gaat halen. Maar nou ja, ze ontzeelden daar flink. In hoog tempo, hè? Ja. Ja, want anders kan er namelijk kan er sowieso niet geleefd worden. Ja, Jeroen Vergees zou zeggen abundance. Ja, water is het probleem niet. Nee, energie is het probleem. En ook niet. Nee, als je energie hebt getackled, kan je water en kan je groen en kan je alle andere dingen ook doen. Dus de eerste stap is energie. Ja. Energie in een enorme mate gaan oogsten. Ja. Het komt er elke dag in overvloed binnen. Maar als je het niet oogst, ja, dan kan je het uit de grond gaan putten. Maar dat is, dat is allemaal oude zonne-energie. Ja. Dankjewel. Super, ja, hartstikke mooi. Mooi bevlogen verhaal. Ja, we gaan je volgen. Een mooie combinatie van bevlogen en beide benen op de grond. Die combinatie iets meer is... focus, hè? Ja, dat wel. Als investeerder zeggen we... Dat hoeft voor mij ook niet. Nee, ja, dat is wel echt serieus. Dat is, weet je, als je bevlogen bent... is focus het allermoeilijkste. Ja, te veel goede ideeën komen op je pad. Nou, maar je wordt ook gewoon gevraagd voor allemaal leuke ideeën. Moet je nee zeggen. Ja. Wij zijn toch blij dat je ja gezegd hebt vanavond in ieder geval. Duurde even maar. Ja, duurde eventjes, maar dan hebben we ook wat. Dankjewel. Tegen dit biertje zei jij volgens mij vrij hard nee, hè? Wat je uit een blikje hier komt. Ja, ik wil nog wel eens laten zien wat er gebeurt als je hem drinkt. Ja. Van onze eigen biersponsor. Ja, nou, daar krijg je dus een... Ja. En wat is het? Laat zien. Hoe heet het? Het is een Blood Orange Goose. Anderson Valley, de Blood Orange Goose. Nou, moet je zeggen dat hij nadat je een bitwijzertje, even een slokje bitwijzer neemt en dan dan valt hij mee. Voor de uitzending had een betere opname kunnen maken. Een koude start met Blood Orange Goose, ja, ik weet het niet. Nee. Dat is moeizaam. Maar goed, ik heb van brouwerij Kees, overigens uit Zeeland afkomstig. De Spring Blossom Pale Ale, die vind ik wel heel lekker. Ja, en jij hebt je oude trouwe Budweiser, hè? Ik ben een goede altijd goed. U weet gewoon wat je hebt. Hey, ontzettend bedankt en we spreken je graag natuurlijk nog een keer. We danken 2ML voor de hosting van de site. We danken Streamzilla uit Groningen voor de stream. En we danken dus Bier & Co. voor de interessante biertjes. Elke week weer. Interessante bier. Het is weer wat anders, zeggen we dan. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Dag.